Wanneer je ervan uitgaat dat alles wat leeft een functie heeft, jij dus ook, ik ook, wij allemaal, dan betekent dat dat we bepaalde delen van onszelf nodig hebben om die functie, die, die purpose uh, beter te kunnen uitvoeren. Neem bijvoorbeeld de verlangens die je hebt, de dromen die je voor je toekomst hebt, dat je dan. Wellicht het eng vind jezelf te laten zien, of uitstelgedrag hebt, of een blokkade hebt, of angsten hebt, of te veel in een rol zit, of in een masker zit, en een negatief zelfbeeld hebt, waardoor je al die dingen niet goed kan doen, dan is vaak de oorzaak dat er delen onteigend zijn tijdens het opgroeien. De eerste reden die je hebt gezien hoe dat. Heeft kunnen gebeuren is dat je delen, expressie gaf van jezelf die niet geaccepteerd werden en dat je dat op een hele normale, gezonde manier te horen kreeg of zoiets als, ja, dat doen we niet in dit gezin of je werd genegeerd of ze noemen het ook wel een koude schouder toekeren. Het onttrekken van liefde betekende voor het kind ook een afwijzing. Het, is, het kan ook door het kan ook gedemonstreerd zijn in plaats van verbaal. En een kind is heel erg gefocust op hoe Pa en Ma en de mensen om de, in de omgeving op hem of haar reageren. Onbewust vanuit die overlevingsfunctie. Vanuit de intentie: ik moet die relatie in stand houden. Ik moet ervoor zorgen dat de connectie blijft. Daarom zie je ook dat heel veel volwassenen. Uh, Wanneer ze niet goedgekeurd worden, of niet bevestigd worden, of geen actieve bevestiging krijgen, of geen actieve goedkeuring krijgen, een, een heel vervelend gevoel krijgen, een onrustend, onrust, onrustig gevoel, of een bepaalde pijn kan er omhoog komen, omdat wanneer je niet bevestigd wordt, niet goedgekeurd wordt, betekent dat mogelijk daar er de connectie niet goed zit. Dus wanneer er onzekerheid is over de connectie van het kind en pa en ma en of zorgdragers, dan slaat het onder bewustzijn op hol, omdat we geprogrammeerd zijn om die connectie wel in stand te houden. Omdat we toen we inderdaad opgroeiden het inderdaad niet zonder hun hadden kunnen redden. Ook al waren ze dysfunctioneel, niet-functioneel, whatever, van alle gradaties. Een baby redt het niet, over het algemeen zonder. Uh, externe autoriteit zonder externe mensen. Right? Dus dat is de meest lichte vorm, is dat we delen van onszelf, die eigenlijk authentiek zijn en belangrijk voor onze functie zijn, zijn onteigenen, ja, omdat we ons niet geaccepteerd voelden. Dat is hetzelfde als zeggen je, werd, je voelde je afgewezen. Ik voelde me afgewezen. Het betekent dat ja, ik voel me daardoor niet geaccepteerd. Dat is onveilig voor een kind en voor volwassenen ook. Vanwege de net genoemde reden. Een tweede voorbeeld is natuurlijk dat we delen van onszelf expressie gaven, dat we delen van onze persoonlijkheid lieten zien, die letterlijk dichtgeslagen zijn. Uh, dan neem bijvoorbeeld fysiek misbruik. Dat kan vanuit een intentie van iemand gekomen zijn. Ja, je moet hier niet boos zijn. Bam, en je kreeg een klap bijvoorbeeld. Of je ging huilen en ga maar naar je kamer. Dus een soort abandonment. En dat werkte goed tussen uh, vreemde aanhalingstekens, omdat daar werd ook de connectie verbroken. Ga maar naar je kamer, is een voorbeeld van. Schaam je. Sommige ouders zeggen letterlijk: Schaam je. En dat is als je het spiritueel maakt, in één keer dat je dan een blad, <laughs> één keer uit het Hof van Eden bent. Oftewel, schaamte uh, creëert het ego en maakt. De eenheid van de ziel um, breekt de e haalt ons uit de eenheid, de eenheidservaring. Hè? Het, het, het hof van Ede, de, het paradijs, waar alles één is. Schaamte creëert die afscheiding. Uh, er is iets mis met me, is dan schaamte. Right? Dus ga naar je kamer, en in de politiek is het helemaal erg. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, daarom ben ik ook gestopt met het kijken. Het is pure black magic wat je in de Tweede Kamer af en toe ziet. Je zou je kapot moeten schamen, Wilder zegt dat vaak. Je, of je zou je dood moeten schamen. Dat wensen ze elkaar letterlijk. Dat zijn letterlijk suggesties die ze elkaar geven en het menen. Right? Dus als je in die Tweede Kamer zit, dan vliegen er af en toe van die energieën door die Tweede Kamer heen. Moet je net bukken dat het net over je hoofd gaat. Right? Dus de lichtste vorm is. Wat zeg je? Ja, dat is. Dus de lichtste vorm is dat we bezig waren wat is acceptabel in dit gezin en wat is niet acceptabel in dit gezin. En dat is een onbewust proces buiten het bewustzijn geweest. Oftewel, daar gingen we ons zelfbeeld op aanpassen en een masker dragen. Dus bijvoorbeeld, als, je, als jij boos werd in het gezin, was eigenlijk assertiviteit. Boosheid gaat over, hey, je bent over mijn grenzen gaan, ik ben boos, ik ben woedend. En kinderen kunnen dat nog. Heel authentiek uit. Hè? Als ik kijk naar Beatrice is ze af en toe... Hij is natuurlijk niet altijd uh, functioneel. Maar is ze zo woedend af en toe. Dus dan zeg je... Ah, je bent boos. Ik, ik zie dat je heel boos bent. Dat is de eerste stap om dat uh, te erkennen. En dan, dan een soort betekenis eraan geven. Dus stel dat je heel boos werd in het gezin. En het, je, en het werd afgewezen, genegeerd. Koude schouder naartoe gewezen. Of het werd dichtgeslagen. Dan... Ont, ben je een deel gaan onteigenen? In plaats daarvan ben je iemand anders gaan zijn op identiteitsniveau. Andere gedragingen gaan doen om alsnog wel die acceptatie te krijgen. Om alsnog de connectie weer terug te brengen tot zekerheid en veiligheid. En dat kun je voelen. Ah, de, de relatie zit goed, de connectie is goed. Ik overleef het, het is veilig.